Kijk, maar je ziet dat er aan beide kanten is er, aan de uiterste is, wordt er heel heftig gediscussieerd of je nou nee, wel of nee, voor. Dat is een misverstand. Daarvoor zijn deze schoenen hier ook. Er wordt niet aan twee uitersten. Er wordt wel heftig gediscussieerd. Maar het echte harde, nare, persoonlijke, smerige scheldwerk komt allemaal van recht. Dat kan ik echt in alle eerlijkheid zeggen. Ik heb lang overhoop gelegen met de activisten. Ik zei, Zwarte Piet is geen racisme. Dat moet je niet zo zeggen. Dat moet je niet op je t-shirt zetten. Dan beledig je heel veel mensen die dat absoluut niet zijn. Miljoenen Nederlanders die in de loop van de jaren een keer Zwarte Piet hebben gespeeld. Het is geen racisme. Het is misschien slechte smaak. Verkeerd, te lang doorgezette traditie. Maar het is geen racisme. Van die kant heb ik uitsluitend en alleen nette, beleefde, spijkerharde mailtjes gehad. Ik heb overhoop gelegen met de Stichting Nederland Moet Beter, met Quincy, noem maar allemaal maar op. Die discussiëren hard, maar fair en nooit schelden. Vanaf het eerste moment dat Quincy de boel ter tafel legde bij Paul Witteman, is er op een manier gescholden door de andere kant van Nederland die alle perken te buiten gaat. En daar komt dit probleem ook vandaan. Dit zijn de, in Rondhaagse zeggen, de kankerschoenen van de kankerhoofdpiet. Ik heb deze schoenen 10 jaar lang gedragen. Het zijn handgemaakt in Den Haag door Egbert van der Does. En ik wil die dingen wel gaan verkopen en de opbrengst naar een goed doel in de gevreesde ziektesfeer. Want ik heb mij laten verleiden in de discussie tot een ironische tweet. De kankerlul. Ja, ik kreeg het aan de stok met een jongen die zei, jullie van de linkse elite, het was overigens een hele aardige nette jongen, moeten ook wel beseffen wat je allemaal overhoop haalt in Nederland. Want dat is niet niks. En jullie moeten je toon ook maar eens een beetje matigen, want je ziet wat er gebeurt. Toen schreef ik hem, ik zei, joh, ik hoef mijn toon niet te matigen. Niet letterlijk, zei ik dat. Maar ik zei, de ellende komt van de andere kant. Dat ging 3-4 tweets door. De jongen wilde dat niet begrijpen. Later bleek het een vader van 3 kinderen te zijn. Het was geen jongen. Ruben heette die. Hij wilde dat niet begrijpen. Toen heb ik op een gegeven moment geschreven, als jij het verschil in toon tussen die kant en onze kant, als jij dat niet wil begrijpen, ben je denk ik een domme kankerlul. Nou, dat is volkomen duidelijk. Ik ben cabaretier, dat is ironisch. Ik heb 93.000 volgers, die snapten dat allemaal. Vervolgens gaat dat natuurlijk een leven leiden. Die jongen schrok daarvan. Die dacht dat ik hem uitschold. Ik heb dat binnen een half uur met hem bijgelegd. Hij woont in Friesland, we gaan een biertje drinken. Het is geen enkel probleem. Hij zegt, ik zal aan de mensen die mij medelijden tonen vertellen hoe jij het bedoelt. Hoofdpiet, want je was mijn hoofdpiet. Dat is afgerond. Wat er intussen gebeurde, maar dat wist ik niet, is dat er hackers zijn geweest. Leuke gasten, waarschijnlijk van een jaar of 20. Die hebben met mijn account... Dus deze naam, heb je niet gestuurd. Snap dat sommige mensen mijn reactie op die pro-Zwarte Piet van Sint grof vonden, maar ik ben die kanker. Heb jij niet gestuurd? Hoe zou ik, Humberto, die gestuurd kunnen hebben? En er is nog eentje, nog een volgende. Er is nog een. Die heb jij ook niet gestuurd. Opvallend veel onderbuiktokkies. Dit is niet ironisch, dit is niet leuk, dit is smerig. Het slimme van die gasten is, want ik heb wel respect voor ze, moet ik zeggen, die gasten die dat dan doen, is dat ze er maar 2 hebben gestuurd. En die zijn allebei net zo dat het mogelijk zou kunnen zijn dat ik ze gestuurd had. En daarom is de wereld ermee aan de haal gegaan. En wat ik dan wel naar vind, ik bedoel, dat soort gasten dat doen. Ja, Twitter is niet veilig, dat weet je. Het is Paul de Leeuw overkomen, het is iedereen overkomen. We hebben Twitter ook gebeld trouwens, die wilde geen commentaar geven. Nee, Twitter heeft mij afgesloten uit voorzorg, omdat ze zagen dat er in mijn account gemorreld werd. Maar voor deze twee was het te laat. En wat kwalijk is, is dat grote media, grote online kranten en ook echte kranten, die maken hier een schermafbeelding van, die 3 dingen. Ploffen dat zonder mij te bellen op het net en zetten daarboven, hoofdpiet van Muiswinkel is blijkbaar van het padje. En dan denk ik, dat zijn hoogopgeleide journalisten, die verdienen meer dan ik als hoofdpiet per jaar. Die mogen zich toch wel even op de hoogte stellen. Want daarom is heel Nederland boos. Ben je verbaasd over de reacties die je uiteindelijk hebt gekregen? Helemaal niet. Je wist al dat dit op jouw pad zou komen op het moment dat jij die beslissing nam. Tuurlijk, maar ik heb zo gelachen die avond, daar kwam het vandaan. Ik ben al die schelders, en dat is echt niet gering hoor, wat je te horen krijgt, die ben ik netjes te woord gaan staan. Er was een vent die zei, vuile, smerige NSB'er, landverrader, tief op, klootzak, ik bijt je ballen eraf. Dat heb ik geschreven, beste Martin, ik krijg de indruk dat je het niet met me eens bent. Zullen we er eens over praten tijdens het bezoekuur? Dat is vrij stevige grap. Ja. Begreep Martin natuurlijk niet, dat geeft niet. Maar ik heb die hele avond die mensen heel erg netjes te woord gestaan. En dan krijg je een heel raar systeem, waarbij je telkens die hele woeste met doodskop en uitroeptekens en daaronder, nou ja, ik geloof dat ik het niet helemaal begrijp. Ik heb een Feyenoord-hooligan aan de lijn gehad. Echt een hele ruige gozer. Die jou gebeld heeft? Nee. Maar ik vroeg, hoe heet je nou eigenlijk echt? Want ze zijn allemaal anoniem. Daar begint het al mee. Op een enkeling na.
Maar die jongen ging binnen twee tweets ging die om. Hij zei, ja, ik heet Ryan en ik woon inderdaad, ik ben Feyenoord supporter. En excuus voor het taalgebruik in mijn laatste tweet. Maar ik was erg boos en dan ga ik spelfouten maken. Ik zei, joh, Ryan, geen probleem. Ze gaan om. Ik kom die mensen, ook die rabiate idioten, die zelfs Mark Rutte op een gegeven moment tokkies noemde, die kom ik in het café tegen.